is nou opgesloten. Nee. Jawel. Beetje wel, maar we gaan naar de garage. Ja. De hele dag. Mie. Ja. Ga maar daarheen. Doei. Doei. Je weet het zelf ook, Ter. Hij doet het de hele dag. Omdat hij in de herfst niet altijd naar buiten kan, omdat het regent, komt staart. En dan kan hij niet altijd zijn eentjes kijken. Waarom moet je hem altijd zo exposen? Ik snap het niet. Helemaal niet. Het is gewoon lekker. Deze, die van Jimmy's. Deze heb je dus ook bij de paté. Ja. Vooral mensen die bijvoorbeeld aan het afvallen zijn of zo. En je wil een lekker snackje voor tussendoor. Dit dingetje heeft 100 calorieën. En wij zijn normaal helemaal niet zo daarvan, dat weet je. Maar het is wel handig als je even iets lekkers, zoetigs kan eten tussendoor. En popcorn, er zit gewoon heel weinig in. Je kan het ook gewoon zelf poppen. Dus, maar dit is gewoon een handige alternatief. Ah, soms vergeet ik echt om te drinken, weet je wel. Als we altijd bezig zijn. Ja. Weet je wat ook raar is? Ik drink altijd minder in de herfst dan in de zomer of zo. Ik weet niet. Dat is echt stom. Is dat zo? Ja, omdat het dan koud is en ik hou niet van koud. Ik hou vaak van warme dingen. Dus dan, ja, ik drink wel meer thee, maar echt koud water overdag. Ja. Misschien een beetje grauwer in de zomer. Oh my days. Ga mee even halen. Dit bedoel ik dus, hè? Hij is letterlijk nog geen 2 minuten buiten. Boy, make up your mind. Het is af en toe net zo'n vervelende kleuter. Dan moeten we nog eventjes de kattenbak schoonmaken. Oei. We hebben dus zo'n robot kattenbak. En dat is echt, ik zweer het, toen we nog 3 katten hadden, toen Snoezertje er nog was, was het echt de beste keuze ever. Want je wordt helemaal gestoord van de hele tijd scoopen met 3 katten. Je bent de hele dag bezig. Dus we hebben nu zo'n robotding, dat scheelt heel veel werk. En even een tip. Ik bedoel, dit is helemaal niet onze content altijd, maar het is wel handig om te weten. Als je zeg maar die viezige lucht uit een kattenbak wil halen van urine of whatever. Ik doe altijd zo'n beetje azijn in een leeg flesje. Dan vul ik het met water en een paar druppels dreft. Moet je even in laten trekken en dan is het dus helemaal geneutraliseerd daarna. Dat is echt mijn redding met dit soort dingen, want anders stinkt je huis zo en dat vind ik echt vies. Ik ben trouwens echt mega verkouden, jongens. Niet normaal. Volgens mij is half Nederland verkouden ondertussen, maar jezus. En ik was ook best wel echt even een beetje under the weather de afgelopen week, dus ik heb ook niet getraind. En ik vond dat zo kut, want ik dacht, ja, dan ben je net aan 2 weken bezig. En dan moet je al even een weekje eruit, omdat je ziek bent. Maar goed, het kon niet anders. In ieder geval hebben we wel de eerste meting na de eerste week gedaan. En er was al zoveel veranderd. Het is echt insane hoe snel dat gaat. Gisteren waren echt top, hè? Had je gezien? Ja, ik heb vanochtend even snel meegewerkt. Ja, heel leuk. Zo grappig. Ik stuurde naar een aantal mensen van mij. Dus mijn dochter kwam met een hele analyse. Echt heel leuk. Waar? Ja, mama, als ik jou soms zie, spoel ik al wat door. Maar ik vond het echt heel interessant ook. En iedereen haalt er zelf iets uit. Mm-hmm. Iedereen haalt er iets anders uit. Nee, ja. Dus de ene begint over, nou, zag je de gezicht toen je zei slagroom? En de ander heeft het dan over dat je minder moet trainen. Ja. Hè, moet ze minder trainen? Weet je zo. Dus dat is wel grappig hoe... Jongens, vanochtend woog ik 69,4. En we zijn vandaag precies een week verder. Met welk gewicht begon ik ook alweer? Jij begon met 67,2. Oh ja. Dus je bent 2,4 kilo zwaarder. 2,4 kilo zwaarder in een week. Lekker man. Ja. Ja. Ten eerste, je hebt veel meer rust mm-hmm. genomen. Ja. Dus normaal train je meer. Je intensiteit is veel hoger. Mm. Daardoor heb je meer rust nodig. Ja. Je wil je nadruk leggen op je onderlichaam, hè? Dus benen en billen. Dus wat we doen is 2 oefeningen in elke training. Mm-hmm. Ja. Dus als jouw lichaam meewerkt, dan ik ben ook heel blij. En wat ik zie is de tang loopt terug. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je een beetje vocht van staat. Ja. Ik heb dus iets, ik denk of ui of tarwe gegeten.
En dan krijg ik dus een reactie in mijn lichaam waarbij mijn lijf heel veel water vastgehouden en dus je buik uit gaat staan. Maar ik weet het verschil niet. Wat is nou vetpercentage, wat is water, whatever. En daar kan zij dus met die meting dat wel zien. Dus ik ben heel benieuwd wat er uitkomt zo meteen. Je mag die hand op die schouder. Waarom lach jij? Ja, ik doe het nog altijd. Dat is wel grappig, jouw schouderblad is minder. Oh, minder? 4,5 mm minder. 4,5? 4,5 mm. Dat is veel. En dat heeft te maken met hoe je je insuline verwerkt, dus hoe je je koolhydraten verwerkt. Omdat jij nu je koolhydraten apart eet, dat merkt jouw lichaam al. Cool. Met je rug aan toestaan. Dat is heel dope. Maar het is bizar dat dat dus al in een week zoveel kan veranderen. We zitten precies 7 dagen verder. Ik vind dat echt geen tijd, zeg maar. 69,2. Chipscap is van 16,4 naar 12 gegaan. Mid-axe van 12,2 gelijk gebleven, dus je net hier in je zij. Een umbilical is ook hetzelfde, dus naar je navel. Ja. Je knie is van 7,5 naar 5,5 gegaan. Goed. Jouw gewicht was 67,2. Toen je begon op 1 oktober. Het is vandaag 8 oktober, het is 69. Ja. Jouw vetpercentage, en dit vind ik dus helemaal leuk, was op 1 oktober 24,5. Ja. Het is vandaag 8 oktober, het is 23,7. Oh, het is minder geworden. Het is 3%, dus 24,5 naar 23, dus je bent bijna een procent gezakt. Maar hier, kijk eens wat er gebeurd is. 3 kilo meer lean mass. Even kijken, dit is 51, dus 2 kilo. 2 kilo. Ja, dit is 0,7. Dat is echt veel toch? 2 kilo in een week of? Ja, en dat is de grap, dat doet die slagroom voor het slapen gaan. Ja? Ja, met die, ja, grappig hè? Het is trouwens kapot lekker en jullie weten dat ik ervan geniet. Dat iedereen een slagroom? Nee, dat is dus echt omdat je eiwit, en dat is ook wat ik je zei, je knie en je wang, dus je groeihormoon. Ja. De plooien waarin eigenlijk groeihormoon iets vertellen, die is minder dik. Ja. Dat betekent dat je herstel beter is, waardoor je kan herstellen van je training. Ja, ja, ja. En doordat jij rust neemt, meer dan je deed, wat best lastig is voor je, denk ik. Nou, ik vind het wel prima. Ja, nou daardoor kan je lichaam dus eindelijk gaan bouwen. Ik zat te denken trouwens voor straks, zullen we dan iets maken? Zeg maar net als die lasagne of iets. Voor door de week, wat je gewoon makkelijk kan eten. Nou ja, vorige keer hadden we dus lasagne, of had ik lasagne gemaakt. Maar ja, het kan echt alles zijn, ik bedoel. Ik ga sowieso pompoensoep eten. Ik had pompoensoep gemaakt omdat ik ziek was. Ik had nog nooit van mijn leven soep gemaakt. Ik kook heel veel, maar soep had ik echt nog nooit gemaakt. Maar dat is wel lekker lekker geworden uiteindelijk. Maar gaan we even een receptje opzoeken of zoiets leuk? Okay. Als lunch heb ik vandaag een kleine salade gemaakt. En dan had ik nog pompoensoep dus, die ik gemeelprept had vorige week. Maar ik vries hem vaak gewoon in. En dan doe ik de kip erin. Dan heb je dus echt een super lekkere, simpele lunch. En makkelijk, omdat ik dus alles al klaargemaakt had. En zelfs als je aan het bulken bent en dus gewoon spieren aan het aankomen bent, is het ontzettend belangrijk dat je dus niet alleen maar zooi gaat eten. Want ja, is het ergens logisch dat je dat gaat doen? Yes, want je hebt veel calorieën over natuurlijk. No, not my chicken. Anyways, je hebt veel calorieën extra natuurlijk om te vullen. Maar het is dan juist zo sterk om een clean bulk te doen. Wat dus inhoudt dat je niet super veel vet aankomt. Want je zag het ook in mijn meting. Ik ben dus 2 kilo aangekomen. Nou, ik weet niet waar het gebleven is. Het is niet dat je in één keer heel vet wordt of zo. Wat dus echt super is. Want dan is je lijf gewoon aan het werken om spier te bouwen. En dat is precies wat we natuurlijk uiteindelijk willen. Dat is weer zoiets dat vergeet je snel. Vooral als je meer moet gaan eten. Omdat dan hoe makkelijk is het om gewoon even een pizza naar binnen te schuiven. Hoe makkelijk is het om even naar de McDonald's te gaan. Logisch. Maar niet elke dag. En je moet toch echt, ongeacht wat je doel is, moet je je vitamine binnenkrijgen. Omdat je anders gewoon geen gezond lijf overhoudt. En dan kan je er nog zo leuk uitzien. Maar de binnenkant is wat anders. Ik heb ook die periode gehad dat ik heel veel shit at. En er helemaal niet bij nadacht wat erin zat. Want ik zie er toch goed uit, dus het is toch prima. Maar hoe ouder je wordt, zeg maar, en hoe langer je ermee bezig bent, als je op een gegeven moment die switch kan vinden van de combinatie van alles, dat is gewoon ontzettend fijn. Want dan voel je je ook gewoon uiteindelijk het beste.
En dan uiteindelijk gaat hoe je eruit ziet toch altijd net even meer naar de achterkant. Want het is een levensstijl. Want je denkt er altijd aan om gezond te eten. Je wil gezond eten, je voelt je beter, je haar gaat groeien, je nagels zien er goed uit, je huid ziet er beter uit. Het zijn allemaal van die dingen. En dit is helemaal niet alleen voor de vrouw, want dit geldt voor iedereen. Jullie weten ook, Jer doet ook zijn skincare, weet ik veel wat. Het is gewoon belangrijk ook voor je zelfvertrouwen. Dat je gewoon je van binnen goed voelt en er van buiten ook goed uit kan zien voor jezelf. En die optie geef je jezelf als je dus fitness, het harde trainen en lekker eten, maar ook gezond eten gewoon combineert. Ik zeg nou tegen ons. Als het aan mij ligt, gooien we dit allemaal weg. En het eerste wat ze doet is hier gaan zitten. En ze zegt, ja, maar dit is wel leuk. Ja, maar dit kan wel. Ja, maar deze had ik nog. Dit zijn allemaal van die dingen die gebruik je alleen als je gaat bakken. En je bakt niet zo vaak. Net zoals dit. You can still use this. Ik wist niet dat ik deze maar had. En deze is een kapot scherm. Die is nog helemaal nieuw. Waarom zou je het weggooien? Waarom ligt het in de kast? Weet ik niet. Wat is dit? Ah. Dit is een taartsnijder. Hé, hey, wacht even. Die hadden we vroeger met CKV. Dan kon je klei snijden. Dit mag allemaal weg. Want het is gewoon oud. Jongens, dit mag allemaal weg. Ik heb het hierin gedaan. Ga dat niet... Dat is maar fair. Dat is een dumbbell voor een dumbbellkoekje. Doe die ook maar weg. Vormpjes. Ja, ga maar weg. Deze bewaar ik wel. Nost is een beetje een hoarder. Helemaal niet. Maar maak jij taarten? Do you even bake? Nee, dan... Nee, exactly. Deze mag wel weg, want die doet het niet meer, dat weet ik. Ik ben ook gelijk even aan het kijken of ik mijn PlayStation kan schoonmaken. Want dat heb ik nog niet gedaan, sinds ik hem heb. Maar ik dacht, we zijn toch al de hele tijd bezig met alles schoonmaken, kan deze er ook wel bij. Ja, zei het laatst tegen me trouwens. Ja. Why are you like this? Een gevoel van mijn was zo druk. Nou, even. Nee! Niet mijn bloemetjes. We zijn net even boodschappen gaan doen. Ook een dingetje voor de prep voor volgende week. Ik haal altijd bloemetjes, vind ik leuk. Verder niks te maken met eten of zo. Hi, mom. Maar we halen altijd boodschappen. En daarmee gaan we zo meteen ook even wat lekkers maken. En we hebben gekozen voor baked oats. We hebben het eigenlijk al best wel lang niet meer gegeten. Klopt. Alleen, ik ben er dus recent achter gekomen. Ik wist dat echt niet. Check. Deze, we hebben deze al zo lang. Jullie weten dat. We maken alles erin. Maar deze kun je dus blijkbaar ook gewoon zo in de oven zetten. What the fuck? Dus we gaan baked oats maken in een van die prepbakjes. En dan hebben we voor straks de hele week... hebben we straks de hele week hebben ontbijt. En hier kwamen we erachter dat we onze mais vergeten aan te zetten waren. In ieder geval, wij gaan baked oats maken. De volledige recepten staan allemaal in de beschrijving. We beginnen in ieder geval met 50 gram havermout. We hebben glutenvrij. Dan doen we er wat lemonzest overheen, wat citroenschil is. We doen er vanille-essence in. Er gaat proteïnepoeder in, eieren en een beetje kwark. En dat zijn allemaal van die heerlijke combi's, waardoor je uiteindelijk echt een soort van... ja, cakegebakje-achtig krijgt voor in de ochtend. Het is een beetje lastig om te roeren, maar dan heb je wel wat. Voorzichtig. Dat zei net tegen mij, dus de camera staat daar, dus je moet het met rechts doen. Maar ik kan met beide handen werken, dus voor mij geen probleem. Oh, stoer hoor. Waarom? Oh my god. Ik voel me echt een Mogol gewoon als je dat met links doet. Dit is echt erg. Maak een rondje. Het werkt gewoon niet. Ik ga allemaal af. Jer, niet in mijn bakje. Yeah. Wat? Je zei van tevoren al niet op mijn manier, maar ik heb een beetje ongeduld. Je ruikt echt, als je dit aan het roeren bent, zeg maar, die citroengeur is zo intens en zo fris, zeg maar, dat het echt ruikt naar cakebeslag. Dat is gewoon een lemon pie. Ja, een lemon pie, ja. Oh. Ja, een lemon pie, ja. Ja, uitmuntend. Ja, je houdt de wereld in de arm met mijn mond. Wat? Haal eruit dan. Hier, wacht. Hier,
bedoel, er zijn drie voor jou, drie voor mij, hè? Oh. Ja, prima. Oh, heerlijk. Ik hoop trouwens niet dat die overgaat in de oven. Ik had alleen deze bakjes nog, maar het is een beetje hoog. Ik ga bevroren framboosjes erin doen. En jij kiest voor sour cherries, kersjes. Ze zijn echt zure. In elk bakje doe ik meestal een hand aan fruit. Ik zei net, ik denk dus dat dit gaat er overheen. Ik kan het hierin doen, die is dieper. Hier kan hij nog in. Jawel. Is lekker, hè? Maar je ruikt die, het ruikt nu naar persik yoghurt. Oh, heerlijk. Ja, maar omdat we dus de whey persik thee hebben gedaan, vind ik het nog meer zeg maar echt naar cakebeslag of zoiets ruiken. Nu al honger, dat is echt erg. Ik ben dan ook echt zo iemand dat als ze klaar zijn zo meteen, ook al is het hoe laat nu, bijna 7 uur 's avonds of zo, dat je het dan gewoon op wil eten. Echt stom. 1, 2. Maakt het verder uit op welke hoogte staan? Nee toch? In het midden van de oven. In het midden van... Ja, zie je? 180 graden in het midden van de oven. 35 minuten. Ja. Zo goed gelukt. Moet je kijken. En het zijn echt nog taartjes, want ze zijn nog fluffy aan de binnenkant. Dus dat is echt super goed. Het ziet er echt goed uit, toch? Waarom leg je alles aan? Het is zo heet. Helemaal niet. Hier is het niet heet. Maar ik wil gewoon even testen of ze nog zeg maar bouncy zijn, want soms wordt het te droog. Je zou hem zelfs 30 minuten kunnen doen, denk ik. Die ziet er mooi uit. Het maakt zo'n bol. Ja. Heerlijk. Ik ben benieuwd morgenochtend. Ja. En het handige hiervan is dus, omdat het dus die IKEA bakjes zijn, kan je gewoon de deksel die je erbij krijgt erop doen. Maar wel als ze helemaal koud zijn, want anders smelt je plastic of whatever je dan ook hebt. Heet. En dan kan je ze dus zo, als ze afgekoeld zijn, na ik denk 3 uurtjes of zoiets, kan je ze gewoon zo dichtklikken en in de koelkast zetten en dan kan je ze bewaren. En zelfs, stel je bent in je eentje en je maakt er zoveel voor jezelf, kan je ze in de vriezer doen. En dan gewoon ontdooien als je ze nodig hebt. Mm-hmm. Dan duurt het ook, heb je er wat langer aan. We winnen een week prep, halve week prep. Ja. Ik ben ook even rijst aan het koken. Ik ga zo meteen brood bakken nog. Eten, ook dat, ja. Maar dan hebben we alles klaar voor volgende week. Nice. Dit was in ieder geval onze video. We hopen dat je natuurlijk deze een keertje gaat maken. Het is echt heel simpel. En wat je ook bijvoorbeeld kan doen 's ochtends, doe er nog een extra schepje kwark bovenop met een beetje fruit of zo. Ja, en als je het simpel wil doen met havermout, kan je natuurlijk ook altijd een overnight oats maken. Yep. Dan een beetje dezelfde ingrediënten eigenlijk. Mm-hmm. Alleen dan laat je ze gewoon inweken in de koelkast. En dan kan je het de volgende ochtend... Exclusief het ei dan wel. Ja, exclusief ei. Yep. In ieder geval zien jullie weer volgende week. Doeg!